Welkom bij het vierde Brandingsjournaal. Met in deze aflevering Thuis bij Jacqueline. Een interview met Hasna. Goochelen met Kevin. Thuiswerken met Niek. En nog veel meer. Juf Jacqueline is trots op 7-8. Hallo juf Jacqueline. Hey kinderen van de branding. Zit ik gewoon in een journaal? Nou, dat had ik echt niet kunnen bedenken. En ik geef ineens les via de videootjes. Dat is ook wennen hoor, voor mij. En dat gaat ook niet altijd goed. Soms moet ik wel 10 keer opnieuw. Weet je wat zo leuk is aan juf zijn in groep 7-8? Dat er gewoon kinderen zijn en die sturen dan een berichtje. Juf, ik wil je wel helpen met het maken van filmpjes. Hoe fantastisch is dat? Daar ben ik echt super trots op. Op alle kinderen van groep 7-8 hoor. Want ik weet zeker dat ze hun best doen om thuis ook goed aan de slag te blijven. Ik denk het ook. Iemand die wel op school aan het werk is, dat is Hasna. Je zou zeggen, de school wordt toch niet vies? Nou, maar je kunt ook andersom denken. De school kan vast nog schoner. Hey Hasna. Hey. Kom ik jou tegen in een lege school? Ja, maar wij zijn gewoon door aan het werken. Maar er zijn toch helemaal geen kinderen? Wat doe je dan? Ik doe allerlei extra dingen. Alles wat schoongemaakt moet worden. We hebben een lijst gekregen. Zodat als de kinderen terugkomen, dat alles schoon is. Oh, wat fijn. Dus als ze terugkomen, dan komen ze in een super schone school terug. Dan komen ze in een super schone school. Oh, wat fijn. Nou, fijn dat je er bent, Hasna. En fijn dat je gezond bent. Ja, dankjewel. Dag. En dan nu, meester Kevin's Got Talent. Lieve jongens en meisjes, om jullie de aankomende dagen toch nog scherp te houden, zal ik even af en toe een goocheltrucje laten zien. Vandaag ga ik een potlood laten zweven, dus let goed op. Ik pak het potlood vast, ik leg mijn vinger op mijn pols. En dan denk je, je hebt gewoon je vinger op het potlood. Dat klopt. Kijk. Nou, zal ik hem nu echt laten zweven? Let goed op. Ah, nee! In de herkansing. En dan nu, Kevin's Got Talent. Een beetje dan. Hier komt hij. Ik heb een potlood, die stop ik in mijn hand en mijn hand leg ik op mijn pols. Dan denk je, meester, je laat het potlood gewoon zweven door je vinger erop te leggen. Nou, slimmerts, dat klopt. Zal ik hem dan een keer echt laten zweven? Let goed op. Komt hij, ja? Tadaa! Juf Danique en juf Jacqueline hebben hele goede ideeën terwijl ze in de natuur wandelen. Wel een gevaarlijk bos trouwens. Hey, juf Jacqueline, waarom loop jij eigenlijk niet op het pad? Ja, ik moet 1,5 meter afstand houden. Ik mag stiekem tussen de bomen. Oh ja, daarom hebben we dit inband natuurlijk. Ja. Ik vind het wel lekker in het bos. Het is wel heerlijk weer. Dus... Maar ik ben wel een beetje verdrietig. Ik heb een beetje een probleem. Oh, wat is er aan de hand? Nou, mijn moeder zit in een verzorgingshuis en daar mag ik nu niet naartoe. Oh, waarom niet? Omdat ze bang zijn als ze dan ziek wordt. Oh, dat is best wel een beetje alleen. Ja, ik denk ook wel dat ze zich eenzaam voelt. Oh. En ja, alle mensen die in zo'n huis zitten zullen zich nu eenzaam voelen. Zouden we ze niet kunnen helpen dan? Misschien kunnen de kinderen ze helpen. Ja! Ja, de kinderen die willen altijd helpen, dus dat willen ze vast. Misschien kunnen ze een tekening maken, of een brief. Of een kaartje. Oh, ja, wat leuk. En als ze die dan naar Noorschoten brengen, dan zorgen zij ervoor dat het bij de mensen komt. Dat is een goed idee. Maar als kinderen dan in Veller wonen... Oh, dan zetten we hier onder deze video een adres. En dan kunnen de kinderen van Veller ze daar brengen. Goed? Ja, en meester Koen woont in Veller. Ja. Dus die komen hier wel daar in de brievenbus. Top. Doe maar. High five. Nou, collega's, wat een ontzettend leuk idee.
Ik verander één ding. Ik wil graag dat de kleurplaten en de tekeningen digitaal worden geleverd en ingestuurd worden op tekeningenvoornorschoten@gmail.com. Alvast bedankt. Ik liep door een lege school, maar hij was niet helemaal leeg. Juf Manda was er. Hallo, juf Manda. Hallo, nou ik ben nog even op school de laatste spulletjes halen voor de andere instructiefilmpjes. En dan kijk ik naar die mooie tekeningen en dan denk ik, oh wat mis ik jullie. Ik zou zo graag weer even over de piraten willen hebben, lekker lezen, lekker rekenen en lekker met jullie buiten spelen natuurlijk in het prachtige weer. Maar het is even niet anders. Veel succes thuis met het werken en ik hoor graag via de mail nog wat van jullie. Dag! Alle kinderen van de branding hebben momenteel thuiswerk. We zijn benieuwd hoe dat eigenlijk gaat en daarom gaan we bij Niek langs om eens te kijken hoe het loopt. Ik zie een planning. Nou, dat ziet er heel geordend uit. Hé, hey, Niek. Hoi. Druk aan het werk, jongen. Ja. Hoe gaat het? Goed. En wat vind je ervan zo thuis? Een beetje moeilijk zonder de juf, want je krijgt geen uitleg en ik mis het ook wel een beetje. Ah, ja, dat zal wel, ja. Niek, en hoe lang ben je dan aan het werk? Ongeveer nu 2 uur per dag. Alleen op school rond 3 uur en 4 uur. Ja, dat is nog veel meer, hè? Ja. Maar ik zie buiten ontzettend mooi weer. Zou je niet liever veel buiten spelen? Ja, alleen je moet nu heel erg afstand houden van andere kinderen. Ja, het is toch ook weer anders dan, hè? Ja. Ja. Oké, dankjewel. Ga ik even naar je moeder toe. Hou jij het nog een beetje vol? Nou, best pittig hoor. Het werken en dan ook moeder zijn, maar ook nog eens een beetje voor juf spelen eigenlijk, of doen. En naar de moeder luisteren is natuurlijk anders dan naar de juf luisteren. Dus dat is best pittig af en toe. Ja, dat geloof ik best, ja. Bedankt voor jullie tijd. Zo te horen zijn het voor iedereen bijzondere tijden. Dit was het Brandingsjournaal. Denk om de tekeningen van norschoten@gmail.com. Tekeningen en kleurplaten zijn welkom. Hou uzelf op de hoogte via de nieuwsbrief, e-mail, klasbord of YouTube. En voor vandaag, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.